Ja. Hoi, goeiedag. Hoi. Ja. Daar zijn we weer. Mijn excuses voor mijn manieren. Hoi. Ja, dat heeft hij correct. Ik ben nu dokter. Ik ben dokter Hockey. Hoi. Fijn om u weer te zien natuurlijk. Hoe kan ik je vandaag helpen? Top. Toppie, dat klinkt als een goed idee. Dat kunnen we zeker doen. En dat gaan we natuurlijk ook vandaag doen. Wat we vandaag gaan doen is natuurlijk een check-up doen op je nerves, je cranial nerves. En daarbij ook natuurlijk een check-up. Wat we met die check-up gaan doen, is gewoon kijken hoe je ervoor staat. En met de cranial nerves vrijwel hetzelfde, maar dan natuurlijk vooral met de cranial nerves. Dus denk daarbij aan de smaak, geur, ogen, kracht, gehoor. Dat soort dingetjes. Dat gaan we allemaal doen vandaag. Dus niks spannend natuurlijk. Mocht u vragen hebben natuurlijk tijdens het iets over doen, moet je het gewoon lekker vragen. Toppie. Kan ik u wat water aanbieden? Ja, oké. Okay. Laten we even dat lampje even opzetten. Even water. Ja, daar gaan we. Waar wilt u dat in? Nou, wat we vandaag natuurlijk gaan doen, is natuurlijk de ogen checken met middel van het lampje. Verder ga ik natuurlijk uw ogen opkijken, zoals ik zei. De longen, de hart, uw gehoor, uw smaak. En inderdaad, we gaan natuurlijk ook nog eens een keertje wat proberen met middel van iets scherps en wat niet scherps of wat bots eigenlijk. Beetje zo gezegd. Nou, hoe gaan we dat doen? Vrij simpel. Daar heb ik dit leuke apparaat voor. Dit is bot. Dit is scherp. Nee, dus dat gaan we doen. Daarbij wordt hij dadelijk aan het einde doorverwezen. Ga ik u lekker doorwijzen naar meneer. Uit mijn hoofd gezegd, hij is nieuw. Hans Kriebel. Hans Kriebel, ja. Hele aardige meneer. Die doet de bloedtesten. Dus die zal het ook bij je gaan doen. Dat is natuurlijk ook weer nodig. Dat hoort bij de check-up. Ja, zeker wel. Nou. Ten eerste. Natuurlijk. Wat vragen. Want hij het u zelf natuurlijk persoonlijk. Bent u single? Geintje. Oké. Uw naam is natuurlijk. Inderdaad. Toppie. Oké, in de afgelopen maanden is het nog veranderd qua adres en dat soort dergelijke dingen. Telefoonnummer, e-mail, alle. Nee. Toppie. Oké. Alleen maar mooi. Nou, is hij in de afgelopen weken, maanden, is er nog wat voorgekomen bij u in termen van een operatie, gebroken dingen, ziektes, nee, oké, klachten, nee, oké, top. Nou, dat is toch perfect, we zijn klaar. Natuurlijk niet. Maak een grapje. Oké, dat is perfect. Nu dat het allemaal duidelijk is. En er geen klachten zijn. Dan dat is alleen maar mooi. Het is alleen maar mooie tekens voor mij. Dan gaan we dat verder even onderzoeken. Dus het eerste waarmee ik ga beginnen. Is uw longen checken.
hoe gaan we dat doen? Wat we gaan doen is vrijwel simpel gezegd. Met de stethoscoop ga ik luisteren naar uw longen. Het enige wat u daarbij hoeft te doen, dat zou ik zeggen, dat u moet inademen. Dat u diep inademt. En wanneer ik zeg uitademen, dat u natuurlijk weer uitademt. Hiermee testen we of ik wat hoor. Een piep of iets dergelijks. Dat kan eventueel iets zijn. Of niet, als je zwaar ademt, wat hij niet doet, kan het betekenen dat er vloeistof in de long zit. Wat een slecht teken is. Maar daar gaan we natuurlijk nu niet meer vanuit. Als we dat hebben gedaan, zullen we vervolgens overgaan naar de hart. En daar checken we gewoon hoe hartslag is. Ik ben klaar. Zo. Ik waarschuw wel. Het kan wat koud aanvoelen. Mijn excuses voor dat. Zo. Oké. Mag ik uw toestemming natuurlijk de laramie toe? Uw toestemming om de t-shirt omhoog te. Ja, oké. Nou, dat is alweer heel snel. Dank je wel. Oké. Ik kan een beetje daar aanvoelen. Hier komt die. In, uit. Blaas mij helemaal uit. Perfect. Toppie. Oké, dan doen we het nog een keertje. Adem. In. En uit. Toppie. Oké, top. Ik hoor helemaal niks aan de achterkant. Dan wil ik het ook nog eens een keertje aan de voorkant doen. Dus ik ga weer. In, en uit. Toppie. Oké. Gaan we hier nog eens een keer proberen. Adem in. En uit. Goed zo. Toppie. Nou, dat is zoals verwacht helemaal perfect. Er is niks op aan te merken. Ben ik blij mee. En mag u ook. Inderdaad, hartstikke blij mee zijn hoor. Zo. Nou, dan ga ik toch eens even dit een beetje verplaatsen. Beetje zo. Wat we nu gaan doen is uw hart checken. Wat gaan we daarvoor doen? Hetzelfde principe. Ik ga de stethoscoop op uw lichaam. En vervolgens checken we wat uw hart reed. Hartslag natuurlijk is. Inderdaad. Nee, perfect. Dan gaan we. Kan een beetje koud aanvoelen. Dan gaan we tellen. 1 Mississippi. 2 Mississippi. 3 Mississippi. 4 Mississippi. 5 Mississippi. 6 Mississippi. En klaar. Toppie. Dan gaan we dat maar eventjes opschrijven natuurlijk. Want dat zijn perfecte resultaten. Ja, nee, helemaal perfect. Wat we nu gaan doen, is vrijwel voor zichzelf spreken, zoals ik zei. Gaan we er natuurlijk de ogen checken en dat gaan we zeker nu doen. Oké, ik heb hier een lampje. Wat we gaan doen, is heel simpel. Ik wil dat u met beide ogen naar mijn neus kijkt. Ja, goed zo. Toppie. Dan gaan we even het lampje uitzetten. Dat hebben we niet meer nodig. Zo. Wat we gaan doen is vrij simpel. We gaan uw zicht checken natuurlijk. Nu van de zijkant. Dus wat we gaan doen. Is iets heel slims. Wat we gaan doen is de zijkant checken. Hoe doen we dat? Dat is een mooie vraag van u. Als ik met een lampje zo kom, op een gegeven moment.
gegeven moment ziet hij het voor het eerst aan de rechterkant of linkerkant. Bijvoorbeeld nu. Kijk naar me. En hij ziet het opeens. Inderdaad, dat gaan we checken. Wanneer ziet u het? En als u het ziet, laat me het weten. En aan welke kant? Goed zo. 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 Oké. Ik wil dat hij één oog dicht doet. Dat hij het volgt. Volgt lampje. Hetzelfde met het andere oog. Andere oog. Goed zo. Doe vingers steken op. Toppie. Oké, nou, nu we dat hebben gecheckt en dat allemaal prima is, wil ik graag uw pupillen checken. Nou, wat gaan we hierop checken? Als je licht op je pupillen schijnt, dan worden ze klein, hè? Simpel gezegd. En als je in een donkere kamer bijvoorbeeld komt, worden ze groot. Dus wat ga je checken? Inderdaad, we gaan checken of dat ook echt gebeurt. We gaan de reflex checken. Dus dan ga ik heel even dicht op je komen als je het niet erg vindt. Oké. Het kan zijn dat je een beetje wazig ziet. Helemaal geen probleem. Ja, wordt mooi groot. En wordt mooi klein. En groot, klein, klein. Andere oog. Nu gaan we de tweede test doen en ik vind het altijd fijn om dat te doen met de geur. Nou, wat heb ik? Ik heb twee bekers en in die twee bekers zit een aparte vloeistof. Deze twee bekers zijn gevuld met een bepaald vloeistof dat een geur heeft. U gaat uw ogen dicht doen. Mag ik nu gewoon als je helpt. Ik hou het voor je neus. En de walmen van die geur geven u een mogelijk hint. Ik kom met de eerste. Daar gaan we. Ja. Wat is uw gok? Perfect, dat is azijn. Dus heeft u goed geraden. Nu gaan we voor die tweede. Nog een keer. Perfect. Inderdaad, koffie. Aangezien die we nu hebben goed gedaan, gaan we gelijk door. Je mag je ogen openen trouwens. Gaan we naar de derde. En dat is natuurlijk inderdaad smaak. Nou, hoe gaan we het testen? Ook daar heb ik vloeistof van. Ik breng het aan. Middel van een klein. Inderdaad, staafje. Nou, dat is natuurlijk alweer heel perfect. Oké, ik zou zeggen, doet uw ogen maar weer dicht. En dan gaan we.
gaan we die aanbrengen. Prima, kunt u uw tong openen. Bijna. Nog één keertje. Correct. Dat is munt. Naar de laatste. Hou uw ogen even dicht. Bijna klaar. Inderdaad, vernieuwen. Goed gaan. Goed, goed, goed. Dat was inderdaad vernieuwen. Nu mag je ook gooien open. Nou, wat we nu gaan doen, is iets simpels. Wat we gaan doen is, zoals ik zei, met het scherpe en het bottige voorwerp gaan we kijken of het alles voelt. En of alles nog klopt, hoe het voelt, etc. Gaan we niet te lang over doen, want het is een vrij simpel iets en dat lijkt me dat het wel goed is. Ik heb geen reden te denken dat het niet is, dus. Nou, oké, okay, ga ik het u laten voelen. Dit is scherp. Dit is bot. Ja, oké. Okay. Ogen die graag weer. Wat is dit? Inderdaad. En dit? En hier. Goed zo. En waar voelt u deze? En hier beneden. Goed zo. Toppie. Dat is ook helemaal prima. Ja, vervolgens wil ik graag uw gezicht aanraken. Mag uw ogen hebben. Dan wil ik gewoon even checken. Of alles nou goed aanvoelt. Jaartje een wondje, zal ik. Maar het ziet er wel goed uit. Oké. Okay. Naar beneden. Het ziet er allemaal prima uit. Top. Nou, mooi zo. Nou, kunt u voor mij lachen? Helemaal lachen. Prima. Kunt u boos kijken? Prima. Kunt u verbaasd kijken? Goed zo, kunt u... Yep, heel goed. Toppie, toppie, toppie. Kunt u uw wenkbrauw fronsen? Oké. Ja, prima. Nou, het ziet er ook helemaal prima uit. Wat we nu gaan checken is uw gehoor. Ik krijg uw ogen dicht. En wat we nu gaan doen is, ik ga mijn vingerslippen u moet vertellen wanneer u het hoort. Goed zo. Goed zo. En vertel me wanneer het hardst is. Prima. Prima. Oké, top. Ja, dat is ook geen probleem. Wat ik nu wil gaan checken is uw sterkte. Wat ik wel graag wil doen is uw armen en benen checken. Daar de sterkte van. Dus als u een been omhoog kunt gooien, dank u wel. Ik ga hem omlaag duwen. U mag mij niet toestaan om die omlaag te duwen. Ja? Dus je moet tegenstribbelen. Oké. Okay. Kom op. Andere been. Ja? Oké. Okay. Andere kant op. Ja. Oké. Okay. Hetzelfde met die armen. Maak graag. Goed zo. Doe dat maar. Ik ga hem tegen. Ik ga hem de andere kant opnieuw. Oké. Oké, andere kant op. Oké, prima. Nou, normaal wordt de patiënt en de dokter rood. Maar in dit geval word ik rood. Shame. Nou, prima. Het is allemaal prima. Dus dat allemaal opschrijven. Zo, nou zijn we ook klaar mee natuurlijk. Nou, verder heb ik niks meer te testen of iets in die.
Dat is mooi. Ik ga u doorverwijzen natuurlijk voor de bloedtest. Dat moet nog wel gedaan worden. Maar dat wordt niet op mij gedaan natuurlijk. Ik verwijs u door naar de receptie. Die heeft het formulier al klaar liggen. Het enige wat u hoeft te doen is de briefing omhoog. Daar even te zitten. 5 minuutjes, 2 minuutjes, 1 minuutje. Ligt aan uw drukketest. En dan wordt u geholpen en dan bent u zo klaar. U krijgt de resultaten via de mail opgestuurd of eventueel via een belletje wat u wilt. Alle twee, doen. Komt helemaal goed. Zo kun je het formulier zetten. Moeilijk wenden. En dan komt alles goed. Ja? Oké, toppie. Zo, mijn excuses. Dank u wel. Fijne dag nog. En ik wens u een voorspoedige dag toe. En tot ziens. En tot de volgende keer. Bye bye.